900 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1130. De Norbertijnen abdij van Tongerlo wordt gesticht. Tongerlo ligt in België, zo'n 60 kilometer onder Tilburg. Witheren worden ze genoemd vanwege hun witte habijt. Ze richten zich op praktische prediking en zielzorg. 100 jaar na de stichting van hun abdij krijgen de Norbertijnen het patronaats- en tienderecht over West-Tilburg van hertog Hendrik van Brabant. Op dat moment waren er twee kerkjes in West-Tilburg, één in Enschot en één op het Heike. Logisch om dan de pastorie in het midden te hebben, in de Moerenburg. Op deze tekening is de oude pastorie al verbouwd tot een huis voor een officier uit het Staatse leger. De kerkjes vroegen om onderhoud en ook de Norbertijnen pastoor moest eten. En daarom moesten inwoners van West-Tilburg belasting betalen aan de abdij van Tongerlo, de zogenaamde tiende. Een deel van hun oogst, of gewoon de waarde in geld, werd bij de inwoners opgehaald. Naast de kerkjes bezat de abdij ook pachthoeven. Een ervan was de Tongerlose hoeve. Hier afgebeeld als schilderij en hier op een foto uit 2023. De tiende in natura werden opgehaald bij de inwoners en opgeslagen in de tienschuur, ook wel spicarium genoemd in het Latijns, of in de volksmond de spijker. De beheerder of pachter woonde in een boerderij bij de tienschuur. In de afgelopen 900 jaar is de Tongerlose hoeve een aantal keren verbouwd of herbouwd. Anno 2023 ziet het complex eruit als in 1657. In het raam op de kop van de boerderij is een herdenkingsraampje aangebracht, waarop het jaartal 1657 staat en de naam van de toenmalige beheerder, Frater Adriaan Gering. Frater Gerings was een Norbertijn. Een beheerder werd ook wel een dispenseur genoemd. Tot de Franse overheersing in 1796 was de Tongerlose hoeve eigendom van de abdij van Tongerlo. In 1796 werd de hoeve verkocht aan Norbert Schoffers, een fabrikant-koopman uit het Goorke. Die verkoopt het complex in 1835 aan de familie van zijn vrouw, de familie Kolen. Die hebben dan de hoeve tot 1955 in hun bezit, waarna de gemeente Tilburg het complex koopt in verband met de stadsuitbreiding Het Zand. De gemeente Tilburg kocht de Tongerlose hoeve voor 118.000 gulden van de familie Kolen met de bedoeling om alles te slopen. Maar daar kwam protest tegen. Maar ondanks dat protest raakte het complex in verval en werd geen onderhoud meer gepleegd. In 1958 kwam de gemeente Tilburg met een restauratieplan. Men wilde van de boerderij een rustiek café-restaurant maken, maar daar kwam niets van terecht. Het zou allemaal te veel geld gaan kosten. In 1961 wilde de gemeente alsnog het complex slopen. En weer werd daar een stokje, zeg maar een stok, voorgestoken. Maar het verval ging wel verder. Maar halverwege de jaren 60 gloort er hoop aan de horizon. Het Tilburg Studentenkorps Sint-Olof kampt met ruimtegebrek. Tilburgs oudste studentenvereniging is uit haar sociëteitsgebouw gegroeid. Een deel van hun leden stapt op en richtte zelf nieuwe studentenverenigingen op. Daarbij komt ook nog dat het aantal studenten wat gaat studeren aan de toen nog katholieke hogeschool, de latere universiteit, fors toeneemt. Harry van den Erenbeemt was in 1965 rector magnificus aan de katholieke hogeschool.
van de Erembeemt was erg begaan met de historie van Tilburg. Een dolende ridder in de woestijn zou je hem kunnen noemen, want hij kende weinig geestverwanten. Hij ziet wel iets in de leegstaande Tongeloze Hoeve. Het zou een oplossing kunnen zijn voor het ruimteprobleem van Sint Olof. De prof en de studenten gaan in gesprek met elkaar. En ondanks dat de gemeente en het Rijk willen meebetalen aan de restauratie, is er nog een gat van 100.000 gulden in de restauratiebegroting. Van den Erembeemt gaat een weddenschap aan met Sint Olof. Hij gaat 75.000 gulden proberen binnen te halen en Sint Olof gaat voor de 25.000. Als het van den Erembeemt niet lukt, dan schenkt hij Sint Olof 500 liter bier. Verliest Sint Olof, dan gaan de leden 100 liter bloed doneren aan het Rode Kruis. Het is duidelijk, van den Erembeemt wint de weddenschap. De leden van Sint Olof doneren 150 in plaats van 100 liter bloed, waarvan 10 liter maagdenbloed van de vrouwelijke studenten. Voor de duidelijkheid, afkomstig vanuit een arm. Op 1 juni 1967 is het zover. De resterende 100.000 gulden zijn door van den Erembeemt en Sint Olof bijeengebracht. De restauratie kan beginnen. Van den Erembeemt, niet te flauw, schenkt Sint Olof op de feestavond 1000 liter weddenschapsbier, plus 1000 boerenjongens op sap voor de vrouwelijke leden van Sint Olof. En de gemeente Tilburg doet een extra duit in het zakje. Sint Olof krijgt de Tongeloze Hoeve in erfpacht voor het symbolisch bedrag van slechts 1 gulden per jaar. De eerste steen van de restauratie wordt gelegd. Achter de steen wordt onder andere een flesje bier en een flesje met een halve liter bloed ingemetseld. De restauratie van alle gebouwen op het complex duurde iets meer dan 2 jaar. Maar op 25 september 1969 was het zover. De restauratie was voltooid en Sint Olof had een nieuw verenigingsgebouw. De gerestaureerde Tongeloze Hoeve zou bijna 20 jaar het honk van Sint Olof blijven. In 1988 verhuisde Sint Olof naar een pand aan de Spoorlaan. En thans, in 2023, vinden we er onder andere dagbesteding voor de cliënten van de stichting Amarant. Ook u bent welkom bij de Tongeloze Hoeve. De wegwijzer wijst u de weg. Ik loop een stukje met u mee. Hier het Karreschop. En hier de zijkant van de boerderij. De andere zijkant. Ook binnen zien we nog 17e eeuwse details zoals de balkenconstructie. In de oude boerderij is de grote haard nog aanwezig met een draaiboom voor de ketel boven het vuur te hangen. Ook zat er een klein broodoventje in de haard. Deze foto hangt naast de haard. Dat was het dan weer. We gingen op bezoek bij de Tongeloze Hoeve in Tilburg. Graag tot ziens bij een volgende aflevering van Hey, Gonne Mee!